De volgende ochtend is de met spoed opgenomen Joshua herenigd met zijn moeder Tanja. Het gaat goed met hem. Na alle hectiek van gisteren kunnen moeder en zoon nu even rustig van elkaar genieten. Ik ben met een speentje. Wil je niet meer sabbelen, lieverd? Een klein beetje? Doe hem even weg, hè. Zo gaat hij ook goed. Ja. Het is vandaag echt een lekkere slaapdag, hè? Lekker luieren. Lekker groot worden. Ja, het voelt heel intiem om zo samen met mijn kindje... met zijn blote lijfje zo heerlijk naar hem te kijken. En je maakt echt contact met een baby. En het is mijn eerste kindje. Nou, en het is zo leuk om te merken dat hij rustig van mij wordt. En ja, lekker zo gaat soezen en slapen. Dat is gewoon een beloning op de bevalling. Het gaat al zo goed met Joshua dat verpleegkundige Annelies zijn ademhalingsbuisje er weer uit kan halen. Ja, goed idee. Ja, goed idee. Heerlijk. Wat zal dat fijn voor hem zijn? Nou ja, zoals hij er nu bij, dat lijkt hij er weinig last van te hebben. Ja, en nu niet meer. Dan word je helemaal vrij met je neusje. Nou, daar ga je, jongen, hè? Ik zelf vind grote baby's leuk om te doen. Juist omdat het weer eens even wat anders is. Gewoon even een leuke, normale baby's. Want we vergeten natuurlijk wel eens dat er ook nog normale baby's zijn. Wij zien natuurlijk hier het topje van de ijsberg. En we vergeten wel eens dat het ook gewone baby's zijn. Waarmee je kan tutten en kan aankleden en een badje kan doen en een spintje kan geven en een flesje kan geven en ouders kan helpen met aanleggen en zoals het hoort, zeg maar. Gaat iets heel fijns gebeuren voor jou? Als een baby bij dit soort handelingen stil in bed blijft liggen, denk ik ook bij mezelf, nou, dokter zullen we hier nog even naar kijken. Dus ik vind het altijd prettig als je dit soort dingen doet, dat baby's even huilen. Dat betekent dat ze adequaat reageren op een onprettige handeling. Moeder is helemaal blij. Is helemaal verliefd op haar kind en die helemaal mooi. Joshua mocht diezelfde dag de intensive care verlaten. Hij heeft in het streekziekenhuis zijn antibiotica-kuur afgemaakt en na een paar dagen kon hij met zijn trotse ouders mee naar huis.